Assen op het Drenthe College, sector zorg en welzijn, is ook een studenten genomineerd. Studenten van de opleiding verzorgende IG. En naast mij staat iemand die alles over haar kan vertellen, want we hebben het over Vee Monen. Ja, dat klopt. Wat is zij voor iemand? Vee is een leerling die is super gemotiveerd en super gedreven. Zij heeft eerst niveau 2 opleiding gedaan en zit momenteel in een niveau 3 opleiding. Maar ze heeft het zo goed gedaan dit jaar dat ze waarschijnlijk direct doorstroopt naar niveau 4. Waarom zouden mensen nou op haar moeten stemmen? Ik denk dat zij het gewoon verdient. Vee is een leerling die werkt heel hard en die doet ontzettend veel voor school. Ze is echt heel serieus bezig met school. En ja, zij wil haar droom bereiken. Waar kunnen we Vee vinden? Vee is momenteel in het praktijklokaal samen met de medestudent Robin. Wil je mij de weg wijzen? Ja, zeker. Is dit het lokaal? Ja, dat klopt. Ik denk dat Vee hier is in het praktijklokaal. Nou, eens even kijken. Is hier aanwezig Vee Monen? Die zoek ik. Dat ben jij. Ja. Hoi. Hoi. Marjolein. Hoi. Jij bent genomineerd. Ja, klopt. Hoe trots ben jij? Ik ben heel trots. Ik had het niet aanzien komen. Je zegt dat je het niet had verwacht. Had jij bijvoorbeeld wel verwacht? Nou, Vee is gewoon echt... Ze is echt geweldig. Ze doet alles goed in de klas. Ze is altijd positief. Ze helpt je supergoed met alle opdrachten. Ze is altijd super motiverend. Waarom zouden mensen op jou moeten stemmen? Dat ik super gemotiveerd ben. En nou ik eenmaal meedoe, ik ook wel winnen. Wat doe je daarvoor dan? Nou ja, ik blijf wel gewoon mezelf. Dat houdt in dat ik net zo hard werken gemotiveerd ben als dat ik altijd ben. En wat wordt jouw toekomst? Nou, ik wil sowieso doorgaan leren naar niveau 4. Wanneer dat is, weet ik nog niet. En dan het lijkt me heel leuk om me te specialiseren in een vak. Maar ik wil sowieso wel aan de ouderenzorg blijven. Want wat kan je daaraan bijdragen, denk jij? Nou ja, ik vind het wel leuk om met en voor mensen te werken. En dat ik wat kan betekenen voor mensen. Dat je die mensen blij kunt maken, soms met hele kleine dingetjes.